De roosje was te loven, der kan ons nooit te mag. Wees niet er in de jeugd en echte dag. De hiervoor lag. Maar dat je niet zo mag, daar hebben wij een Vorsbeen nodig. En dit jaar zien wij trots om te presenteren, Vorst Jesse! Ook de Hommel kan zich gaan opmaken voor carnaval 2020. Maandag werden de Raad van Elf, de Nar, de Vorst en natuurlijk het nieuwe prinsenpaar van de basisschool voorgesteld. Ja, het voelt wel heel goed. Ik vond het wel heel lastig om geheim te houden, want ik wist het al 2 weken van tevoren. Het was wel heel lastig, maar ik vond het wel aan de andere kant weer goed te doen. Ja, jouw woordje zat goed in elkaar. Heb je hulp gehad? Ja, een beetje wel, want ik kan zelf niet goed plat, maar mama en papa kunnen dat wel. Dus ik heb hulp gevraagd aan papa en mama. Ja, want je hebt ook het goede voorbeeld thuis zitten, toch? Jouw vader? Ja, mijn vader is vorst en mijn zus is 2 jaar terug ook vorst geweest op de Hommel. Dat is eigenlijk voor jou gesneden koek? Eigenlijk wel. En de nieuwe prins en prinses, wist je wie het waren? Dat wist je natuurlijk al. Ja, ik wist dat al. Toen ik hoorde dat ik vorst werd, werd er ook gelijk een mailtje naar mijn moeder gestuurd van dit zijn prins, prinses en en dit is de Raad van Elf. En dan moet ik uit basis van wat ik weet van die kinderen, moest ik briefjes maken. Ja, je hebt eigenlijk gewoon 2 weken rondgelopen met het grootste geheim van de Hommel. Was dat moeilijk? Ja, jawel. Ja, ik vond het gewoon lastig, maar ik weet niet. Prins van de Hommel, nou, wat was je eerste reactie toen je het hoorde? Ja, echt superleuk. Ik mocht meteen het podium opkomen en meteen feest van maken zeker. Ja, ik was super blij, want mijn ouders waren de hele tijd me voor de gek aan het houden van verwacht er maar niet te veel van, je bent het toch niet. En, dan is het wel superleuk als je het hoort. Ja, want hoe is het precies gegaan? Hoe ben je gevraagd? Want je hebt gesolliciteerd, hè, geloof ik. Ja, we moesten een brief schrijven en toen moesten we het inleveren bij de meester. En mijn vader werd gebeld en die ging een smoes maken tot ik het niet was en zo. Dat er 3 anderen waren die het ook wouden en Wat zat er allemaal in die brief? Dat ik al sinds op 4 het al heel graag wil. En dat ik in Venray ben geboren, dat ik al echt bijna elk jaar naar de jeugdtent ga. En... Moest je ook solliciteren? Er waren heel veel meisjes bij ons en bij de jongens was er eigenlijk bijna niemand, dus dat was wel heel spannend. Ja, samen met Nar Tim, denk ik, hè, dan, hè? Want wanneer ben je gevraagd als Nar? Wanneer wist jij het? Ik wist het pas gisteravond. Dus ik moest het vandaag de hele dag geheim houden. Dat is ook best lastig. Ja, wat was er zo lastig aan dan? Ja, kinderen die gingen al allemaal zeggen van... waarvoor heb je je ingeschreven? Ik zeg van, voor Nar en voor Raad van Elf. Ja, dan moest ik de hele tijd zeggen, ik ben zo benieuwd. Maar ja, eigenlijk wist ik het al. Ja, maar toen je het hoorde, was je blij? Ja, heel erg blij. Heel erg blij. En voor het eerst in de Polonaise, hoe was dat? Ja, echt leuk. Vooral vooraan. Ja, als prins en prinses is dat wel leuk. Ja, en met Sander samen kun je er samen een mooi feestje van maken. Zeker. En de Polonaise, beviel het zo de eerste keer als prinses in de Polonaise? Ja, zeker. En als Nar, wat is jouw taak eigenlijk precies? Kinderen aan het lachen maken. En gewoon lekker druk doen. Kan je dat een beetje of niet? Ja, ik kan het wel. Hij maakt ook gewoon heel veel salto's en hij is heel energiek. Dus je hebt er wel vertrouwen in als vorst? Ja. En wat verwacht je van de carnaval? Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in en ik wil er gewoon een leuk feest van maken. Nou, zeker tot een heel leuk feest gaan bouwen en zo. Zijn er ook dingen waar je naar uitkijkt? Naar de kinderoptocht. En waarom? Nou, gewoon, lijkt me superleuk.